Ik val. Op dit moment. Ze kijken naar me. En wijzen naar me. En zeggen tegen elkaar: kijk, daar gaat een meisje die valt. Kijken ze me na. En zwaaien ze naar me. Maar ik kan niet terugzwaaien. Want ik val. Ik wil dat moment graag noemen het moment waarop ik wist dat ik viel. Eerst nam ik dat even voor lief. Maar dan ga je toch dingen afvragen. Existentiële dingen. Dingen zoals, waarom val ik? De eerste constatering was dat ik al heel lang aan het vallen was. Ik wist immers niet beter. Want dat ik moest vallen, dat was mij gewoon. Maar wat was de oorzaak? Misschien kwam het omdat ik was gestruikeld. Maar dat vind ik zo simpel en arbitrair. Er vallen zoveel mensen die struikelen. Maar niemand kijkt, praat en wijst ernaar. Toen wist ik het. Ik val omdat ik bijzonder ben. Dat gevoel kent niemand. Ze kunnen zeggen van wel, maar ik geloof niet in de bijzonderheid van anderen. Ik geloof enkel in de bijzonderheid van mezelf, omdat ik val. En omdat ik dus val, ben ik, geloof ik, een engel. Dat is bijzonder, toch? En terwijl ik dat besloot had, bleven ze wijzen en roepen: kijk, daar gaat het meisje die valt. En ik wil terugroepen: ik ben geen meisje. Ik ben een engel. Maar dat gaat niet. Luchtdruk en zo. En omdat ik dus nog nooit gesproken had, twijfelt iedereen aan mijn bestaan. Dat vind ik niet erg hoor. Heus niet. Maakt me enkel nog bijzonderder. Maar ja. Ja. En als ik ooit stop met vallen, zal ik mijn knieën afkloppen. Want dan val ik op mijn knieën, dat weet ik. Dan zal ik mijn knieën afkloppen en zeggen: dat weet ik nog niet. Daarom is vallen iets fijns. Het geeft me nog even de tijd om erover na te denken. Want je eerste zin maakt het misschien helemaal niet meer zo bijzonder.